de eerste Youth League wedstrijd van Ajax A1 in dit seizoen. Een nieuw avontuur. Een talentvolle Ajax ploeg. En hopelijk het begin van iets moois. Muric. El Idrissi krijgt die bal voor zijn voeten. El Idrissi. Kap weer terug. Muric, mooie bewegingen. En dan? Net niet. Vaclav Černý. Černý. El Idrissi meldt zich voor het doel. Daar is El Idrissi. En Van de Beek. En de 1-0 voor Ajax. 16e minuut. Donny van de Beek. Vlijmscherpe aanval. De voorzet is goed. Adam El Idrissi kan er net niet bij. Maar dan is daar bij de tweede paal Donny van de Beek. En de openingstreffer voor Ajax. Groothuizen heeft niet vast. En komt dan goed weg dat die rebound niet kan worden ingetikt. Riedewald vindt Nouri. Draait goed weg. Černý gaat dan. Prachtige bal. Černý is er door. El Idrissi in het midden. Černý, ook Muric. El Idrissi en de 2-0. Opnieuw een schitterende aanval van Ajax. De bal van Nouri op Černý is perfect. En ook de voorzet van Černý naar El Idrissi is dan uitstekend. Černý. Van de Beek. Prachtige bal. Sapastano. Daar staat El Idrissi daarbij helemaal vrij. En die maakt zijn tweede. En de doelpunten lijken allemaal toch erg veel op elkaar. Een steekpaas. Een goede voorzet voor de goal. En dan vrij intikken. Dit is een goed schot. En de goede redding van Groothuizen. Riedewald sterk. Nouri. Dan komt die bal daar uiteindelijk bij Muric. Muric kan niet tot de schot komen. Dan is die bal vrij van de Beek. En dan is het 4-0. Nou, goed doorzetten van Robert Muric. Maakt ook Donny van de Beek zijn tweede. 4-0 voor Ajax. En weinig aan de hand. Černý. Muric. Maar dan Van de Beek nog. Van de Beek probeert het heel mooi. En hij voltooit zijn hattrick op fantastische wijze. Een schitterende bekeken lob van Donny van de Beek. Het wordt een monsterscore van Ajax als het zo doorgaat. Dit is weer een mooie bal. Muric. 1-1 met de keeper Robert Muric. Maar de goede redding dan Vincino Dekker. En opnieuw een uitstekende redding van Deschamps. Zo laat Ajax hier de kans liggen om ook meteen de 6-0 te maken. Snow langs de zijlijn. Wordt te makkelijk van de bal gelopen. Dit is geen buitenspel en dus is hier De Monchi en die maakt de 5-1. En zo dus toch die eretreffer voor Paris Saint-Germain. Van de Beek, Černý, El Idrissi, prachtig balletje weer. Adam El Idrissi, ook hij voor zijn hattrick. Net niet. Via de handen van Deschamps. De bal net over de lat. Dekker. Černý, daar is hij. En het voetje van Deschamps. Dekker. Met de voorzet. Niet tot bij Muric. Dan is het Hens. Van Touré. Dus gaat de bal op de stip. En meldt de aanvoerder zich voor dat klusje.
Jairo Riedewald tegenover Deskamps. En het is Riedewald. Keurig. 6-1 voor Ajax. En de meest ervaren speler in dit team. 7 wedstrijden voor Ajax 1. Vanaf 11 meter. Koelbloedig. Dekker heeft veel ruimte op links. 4 man in de 16 meter. En Bai met een vliegende volley. Ajax boekt een prachtige 6-1 overwinning op Paris Saint-Germain. Een indrukwekkende zege. Het is een uitslag die veel belooft voor de rest van dit toernooi.